Rotterdam is een hele mooie stad, een hele gave stad. Maar hij kan nog mooier en nog leuker en nog gaver. De enige manier waarop we dat met z'n allen kunnen doen is als we samenwerken met elkaar. Bedrijfsleven, overheid, inwoners, bezoekers, studenten. Daarom vind ik de Holland Road zo ontzettend belangrijk. Dat is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen. Elkaars namen leren kennen, elkaars achtergrond leren kennen en weten van elkaar wie wat kan doen om deze stad nog leuker en beter te maken. Ik ben Christine en ik kom uit marketing en communicatie. En ik ben Jorien en ik kom uit de jeugdhulpverlening. Dus eigenlijk totaal andere achtergrond, maar dat is wat ons juist versterkt. We zijn een beetje allebei hetzelfde qua karakter, heel sociaal, open. En dat willen we creëren in die huiskamer. Ja, een warm nest, een huiskamer waar verschillende Rotterdammers komen voor een goed bak koffie en boerenlogische maaltijden kunnen eten en samen dingen organiseren. Dat is Holland Road. Ik ben via de Business Club de Holland Road terechtgekomen omdat ik bezig ben met mijn eigen onderneming, eigen evenementenbureau. En de dames van de Holland Road die hielpen mij daarmee op het gebied van meer mensen leren kennen. Er komen steeds verschillende mensen in de tuin van verschillende achtergronden. Vorige week zaten we bij advocaten. Maar die week ervoor zaten we bij hele andere mensen die een hele andere achtergrond hebben. Het is heel erg gemixt. En dat vind ik heel erg leuk, omdat je gewoon meer leert over Rotterdam en de mensen die daarin wonen. En die allemaal verschillende dingen doen. Via allerlei contacten van mensen die hier wel eens geweest zijn, ben ik hier terechtgekomen om te koken voor grote groepen mensen. En ik vind het fantastisch dat er aan zo'n tafel van verschillende achtergronden, verschillende leeftijden mensen zitten die proberen hun sociale netwerk te verbreden. Nou, ik denk dat dat een belangrijke kracht is van dit soort initiatieven. Dat je eigenlijk zonder vooroordelen met elkaar in gesprek bent en daarna kijkt wat je aan elkaar zou kunnen hebben. Het is eigenlijk een beetje horecaconcept in combinatie met ons leerwerktraject. Ja, een invulling voor de participatiesamenleving zou ik zeggen, maar dan zonder geitenwolle sokken. Ja, wat ik heel belangrijk vind is ook echt dat het voor alle Rotterdammers is, maar ook voor alle mensen. Dus dat iedereen zich er thuis voelt, dat het een makkelijk punt is om naar binnen te lopen. En dat ook echt ieder individu de kans krijgt zich te ontwikkelen en zich te laten zien en zijn talenten te tonen. Want Rotterdam zit boordevol talent en is zo divers, juist dat willen we gaan benutten. Eigenlijk simpelweg door die mensen aan elkaar te verbinden, ontmoetingen te creëren, waardoor ze van elkaar kunnen leren. Dus ja, ben je Rotterdammer of voel je aangesproken om samen bij te dragen aan ons? Ja, laat het ons weten, want ik denk echt dat we samen Rotterdam nog veel mooier kunnen maken dan dat het nu al is. Ik heb wel zin in. Ik ook.